Welkom bij onze wekelijkse crypto-update. De koersen zijn volledig in elkaar gestort, as we speak. De market cap, zeg maar de omzet aan cryptomunten, is vanaf half november, toen het nog meer dan 200 miljard was, ingestort naar onder de 150 miljard. Wat is er gebeurd? Waarom zitten we in deze crypto-winter? De crypto-update deze week met Robert Reinder Nederhoed van BitMyMoney. Welkom Robert, de koers. Ja, jij hebt al wat opgenomen op YouTube, zag ik op de website van BitMyMoney. Ja, wat is er aan de hand? Wat is aan de hand? Nou, er is behoorlijk wat vanaf. En de reden zit vooral in onrust. Dus het sentiment is omgeslagen. En wat is de bron van onrust? Hier zien we de koers van Bitcoin. Nou, die eerste instorting was al 15 november. En 17, tussen de 18 en de 19 november is die grote daling erbij gekomen. Het lijkt wel even dat we weer even een bodempje hebben. Ja, wat hiervoor mis is dat het bijna een half jaar gewoon stabiel was. Ja. Rond de 5.500 euro, keertje naar 7, keertje naar 5. En ja, iedereen zat een beetje te wachten van gaat hij er doorheen of niet? En eigenlijk de onrust rondom Bitcoin Cash, wat geen Bitcoin is, toch heeft ervoor gezorgd dat hij er doorheen is gegaan. Ja, leg heel even uit. Vorige week hadden we hier Madelon Vos, Miss Bitcoin. Die heeft ook al even aangestipt. Wat is er nou aan de hand geweest met Bitcoin Cash? Daar is een hard fork geweest. Wat betekent dat in simpele taal? Ja, eigenlijk is Bitcoin Cash al een afsplitsing van Bitcoin. Dus ruim een jaar geleden was er een groep mensen die vond dat Bitcoin een andere kant op moest. Ja. Nou, bij blockchain munten betekent dat je de boekhouding gaat splitsen. Dat je daarna twee munten hebt. En dat als jij daarvoor één munt had, dat je daarna er dus twee hebt. Ja. Eén Bitcoin Cash, één Bitcoin. Ja. Maar nu is bij Bitcoin Cash, wat een vrij kleine groep rijke Bitcoin Cash mensen zijn, daar is oneenigheid ontstaan. En er komen ook weer twee splitsingen. Precies. En maar dat verklaart eigenlijk nog steeds niet dat miljarden sentiment op de markt. Er wordt bijvoorbeeld ook gezegd van er zit een grote partij achter die aan het dumpen is om de koers te manipuleren naar beneden, zodat hij of zij of die groep straks kan profiteren van een stijging. Hoe kijk je naar dat scenario? Ja, ik heb het gehoord en ik zit zelf iets op een andere lijn. Ja. Maar het zou natuurlijk wel kunnen dat er mensen zijn die zeggen van ja, Bitcoin vormt eigenlijk een bedreiging. Hè, dus natuurlijk ten opzichte van het bestaande financiële systeem is het een alternatief. Er zijn mensen of organisaties met heel veel geld. Ja. Dus het zou kunnen dat die eigenlijk juist proberen die koers naar beneden te krijgen. Maar het kan ook zijn dat ze pumpen en dumpen. Dat ze gewoon naar beneden pompen, negatief sentiment en dan straks profiteren van de opwaarts. Jij zit niet op die lijn. Welke lijn zit je wel? Nou, wat nu niet zo duidelijk is, maar kijk, een jaar geleden was hij iets lager. Nee, iets hoger dan nu. Dus dat betekent eigenlijk dat die 5000, dat een beetje zo'n grens is, dat oktober, november vorig jaar miljoenen mensen in Bitcoin in zijn gegaan in de hype. En nu die door die 5000 gaat, ja, zoals elke belegger eigenlijk, moet je op een bepaald moment denken, ga ik blijven zitten? Of neem ik mijn verlies? Stoploos, zeg maar. Ja. Oh, jij denkt dat die groep een aanzienlijke grote hoeveelheid is en die zeggen van oei, het is nu onder de $5000. Ja. Ik ga nu mijn verlies niet verder laten oplopen. Ja. Ik pak het kleine beetje verlies. Ja, en dat is natuurlijk een stukje, hè, zoals het sentiment omslaat, dan wordt het een self-fulfilling prophecy. Dat al de technische analisten zeggen, hij kan naar 3000. Op het moment dat hij door die 5000 gaat, dan denk je, oh, het zou kunnen, nou dan ga ik veilig. Ja, overigens is hij nu een heel klein beetje gestabiliseerd, lijkt het. Dus de eerste steunaankopen zijn er misschien al. Van mensen die denken, ik stap nu in. Maar ja, dat zullen we over een paar weken moeten kijken van waar hebben we gezeten rond eind november. Ja, er wordt toch ook wel gesproken over, ik las een grappige analyse in het NRC een paar dagen geleden, dat de huidige manier waarop cryptovaluta is neergezet gewoon niet toekomstbestendig is. En dat het sentiment nu is van blockchain prima, maar de manier waarop het nu is georganiseerd is nog niet zoals het moet. Dit is eigenlijk een beetje lost. Ja, ja, jij zit midden in die business. We zouden direct over BitMyMoney praten. Ja, ik ga natuurlijk al lachen. Geloof jij in dat sentiment? Nou, het sentiment is er. Ja? Dus daar kan ik niet zoveel tegen inbrengen. Maar ik zit nu bijna 6 jaar erin. En elke, om het jaar komt er weer iemand die zegt, het is allemaal hopeloos. En je moet toch op iets grotere schaal kijken en zeggen, Bitcoin is het geld van de toekomst. En kan niet verwachten dat zonder slag of stoot, zonder ups en downs,
dat positie gaat veroveren. Dit is de worsteling naar boven, zeg maar. Dit is de worsteling naar boven, precies okay. Dat. Ja. Investeerde Thomas Lee, die, dat is een hele grote cryptoman. Die is altijd degene die zegt van jongens, dit bedrag is haalbaar, dat bedrag is haalbaar. En heeft ondanks die crash heeft hij gezegd, $15.000 aan het einde van het jaar is nog steeds reëel. Het kan zijn dat hij een klein beetje probeert de koers te manipuleren daarmee, in de hoop dat mensen dan instappen. Geloof jij daar nog in? We zitten al bijna in de laatste week van november. Ja, kijk, het is de Financiële Telegraaf, dus we gaan het natuurlijk over koers hebben. Maar de hype of geen hype, de techniek van Bitcoin is niet veranderd. Nee. Dus de overtuiging dat er toekomst in zit, die is voor een heleboel mensen bij ons, een heleboel gebruikers en zeker voor mezelf onveranderd. Dus of het nou december wordt, dit jaar of volgend jaar of over 2 jaar, ik ben heel erg overtuigd van het feit dat het positie gaat veroveren. En als ik even terugkijk naar 2013, toen zat hij in oktober op €100. Ja. November op €200. En in december op €800. Ja, dus ja, het kan. Maar ook al zit je er 6 jaar in, ook, er geldt nog steeds dat het netwerk heel veel energie verbruikt. Het is nog te langzaam, er moet nog steeds die update komen. Het zogenoemde of zogenaamde Lightning Network. Om het allemaal wat praktischer te krijgen. En ook dat hangt nog steeds boven de partijen. En dat is toch ook een realiteit waar ook jij niet omheen kan. Ja, dat klopt. Maar goed, dat Lightning Network... Je zegt dat een beetje... Ja, dat klopt. Een beetje spijtig. Nou, nee, maar iedereen wil zo snel. Ja. Ik weet niet. Dus als je gewoon het een beetje volgt, dan zie je dat dat Lightning Network nu draait, maar nog niet geschikt wordt bevonden door de technici om daar het Visa-netwerk zeg maar op los te laten. Nou, laten we zeggen dat het in 2019 wel zover is. Ja. Hoeveel haast hebben we? Dat weet gaat, dan gaat de transactiesnelheid ongelooflijk omhoog. Ja. Laten we het even over je bedrijf hebben. BitMyMoney. Het leuke is, mijn vorige baan bij RTL4. Ik zat bij Editie NL. Was ik verslaggever daar. Heb ik jou wel eens geïnterviewd. Ja. Toen minde jij nog daar ergens in Den Haag op het industrieterrein. Ja. Nou, minen is ondertussen in Nederland niet meer zo heel erg interessant. Nee. Althans, de bitcoin is natuurlijk wel heel veel waard geweest. Maar is allemaal een beetje verlegd naar andere gebieden. Wat is BitMyMoney? Ja, de basis lag inderdaad bij het minen om een voet in de deur van Bitcoin te zetten. Zeg maar. Ja. Maar vrij snel hadden we mensen om ons heen die zeiden, ja, ik wil ook Bitcoins kunnen kopen. Ja. Toen hebben we de koers verlegd, zijn we gaan ontwikkelen. Dus we zijn nu echt een volwaardig wisselkantoor, waar je ook nog geholpen wordt om eenvoudig te beginnen. We hebben een mobiele app voor, echt als je beleggen koersgrafieken wil zien. Mm-hmm. En wil terugkijken, wat heb ik toen betaald. Welke coins handel jij in? Bitcoin, Ethereum en Litecoin. Ja, en waarom specifiek die drie? Bitcoin geloof ik wel, maar Litecoin is een afsplitsing er ook van. Ja. Ja, en Ethereum is juist een munt waar het businessmodel, waar zelfs de oprichter van heeft gezegd van ja, we hebben niet echt een businessmodel. Ja, ik vind innovatief gezien, zeg maar, heb je Bitcoin is de munt, is saai, is het digitale goud. En Ethereum is echt innovatie, ja. Is echt smart contracts, nieuwe organisatievormen. En dus ik vind juist wel mooi om aan de buitenkant van het spectrum te blijven. Ja. En al die ICO's die je gezien hebt, die zitten er allemaal tussenin. Mm-hmm. Dus het antwoord is dat je Ethereum is een wat hoger risico, maar er zit wel veel meer innovatie in. Veel meer futuristische mogelijkheden. Oké. Okay. We zitten bijna in december. Een van jullie business plannetjes, of althans producten, is een kerstpakket. Ja. Dus in plaats van, bij kerst dat hang je geloof ik in de sok, hè, geloof ik, als je iemand een cadeau wil geven, of onder de kerstboom. Ja. In plaats van een cadeau kan je ook iemand gewoon wat coins geven. En waarom zouden mensen dat moeten doen? Ja, we hebben sinds 2015 al dat we dit voor bedrijven aanbieden. En dit jaar dachten we, laten we eens wat rugbaarheid aan geven. Want je kan gewoon volledig geautomatiseerd je hele personeelsbestand een klein beetje bitcoin sturen. Ja. En waarom je dat zou doen, is toch aangeven dat je naar de toekomst kijkt. En dat je je medewerkers een kleine, weer een voet in een nieuwe wereld laat zetten. Is er vraag naar? Nou, we zijn natuurlijk vrij laat. Ja. Er zijn een paar grote organisaties die hebben gereageerd met het idee om het als extraatje te doen. Ja. Dus naast de kerstpakketten, want medewerkers houden toch wel van fysieke dingen, zeg maar. Om dan te zeggen, nou doen we een extraatje via e-mail, via bitcoin. Ja. Dus, ja, er is vraag naar. Leuk. Tot slot, jouw munt. Nou, je zit bij BitMyMoney. Ja. Je hebt de drie net genoemd. Welke van die drie is jouw munt? Ja, Tenzij je een hele aparte ICO nog wilt noemen of een alt? Nee. Ik heb vorig jaar wel degelijk me helemaal verbreed in van alles. Maar ik kom toch elke keer terug bij Bitcoin. En waarom? Ja, het is een saaie munt. Het is een Volvo. Het is een beetje een Volvo, ja. Maar goed, Volvo is ook goed gekomen. Volkswagen. Maar
Ik denk dat alle innovatie die er is uiteindelijk terugkomt bij Bitcoin. En dat je, zeg maar, als je als belegger een veilige stap wil doen, dan is dit het gewoon het digitale goud. Dus dat zou mijn tip zijn. Ook al is het digitale goud inmiddels weer met $2000 gedaald. Ja, maar je moet dus ook $4,500. Je moet een strategie hebben waarmee je instapt. En niet vanuit de hype, maar vanuit een bepaalde onderbouwing. Ja. Dus ik zou zeggen, pak een jaar om elke maand een beetje positie in te nemen. Precies, dat dus zou steeds een beetje Bitcoin kopen. Robert Reijnen-Nederhoed van Bit My Money, dankjewel voor je aanwezigheid.